Goedemorgen, we staan hier in het provinciehuis Utrecht. En naast mij staat Hans Timmerman van Fortierra. Dat klinkt een beetje Zuid-Europees. Ja, maar het is eigenlijk het fort op aarde, het huis op aarde, Fortierra. Oké, hartstikke goed, hartstikke goed. Jij gaat straks een van de lunchworkshops doen. Ja, correct. En die heeft als titel, en dat lees ik even voor, Comptabele data als grondstof. Juist, juist. Wat wij doen. Dat klinkt dus heel ingewikkeld, maar kun je dat in 2 minuten even vertellen wat dat nou precies is en waar je het over gaat hebben? Wat de essentie is van je lunchworkshop? Wij leven in een hele digitaliserende wereld met een overmaat aan data. Die data die staat overal en ergens. Nou, wat wij doen als bedrijf, wij mijnen data, net als je ijzererts haalt uit de grond. En die data die is vaak uit open bronnen niet direct bruikbaar. Dus wij maken die data bruikbaar. Dus wat wij doen is eigenlijk het mijnen, het schonen, het opwerken van open data, die gewoon open beschikbaar is. En dat doen we op het gebied van wonen, bewoning, leefomgeving, dus die functie. En dat is wat we doen. En hoe gaat dat? Gaat heel goed. Veel belangstelling voor. Een van de uitdagingen is dat we dus steeds meer data hebben en dat steeds meer bestuurders, bedrijven, corporaties, verenigingen van eigenaren het zicht kwijt zijn over al die data. En wij brengen dat bij elkaar in één view, maken het wat we noemen comptabel. Dus je mag er op rekenen, je mag het dus als SBR ook in je jaarrekening gebruiken. En we maken het gekoppeld tegen normen en standaarden. Helemaal goed. Nou, we zijn benieuwd naar de content en ik hoop dat je ook gaat vermaken op dit congres. We gaan er een mooie dag van maken. Heel goed. Dat gaan we doen. Ik zal wat verder uitleggen tijdens de lunch inderdaad hoe we dat doen en waarvoor we dat doen. Yes, oké, prima. Dankjewel. Fijn zo.